Het dieselstofdeeltjes filtersysteem DPF verscheen op het eind van 2000 op de Europese markt. Er bestaan momenteel twee basisconfiguraties voor dit systeem. Voor de eerste is een brandstofadditief nodig om de stofdeeltjes die in de filter opgeslagen zijn regelmatig te regenereren. Maar voor de tweede heeft het proces een dergelijk additief niet nodig. In dit filmpje zullen we de basiswerking van het DPF-systeem met brandstofadditief uitleggen. Deze soorten systemen worden sinds 2001 vooral gebruikt in voertuigen van Peugeot en Citroën. De basiscomponenten van een DPF-systeem met brandstofadditief zijn elektronische controle-eenheid of elektronische systeemberekening, dieselstofdeeltjesfilter met oxidatiekatalysator, breedband lambda-sensor, drukregelingssysteem dat bestaat uit drukverschilsensor, drukleiding voor de stofdeeltjesfilter, drukleiding na de stofdeeltjesfilter, temperatuursensor. Tank, pomp en brandstofadditief injector kringloop. Magnetische sensor om benzinedop te openen. Bij het voltanken zal de sensor die de benzinedop opent een signaal naar de elektronische controle-eenheid sturen om het aantal liters in de tank te noteren. Na het voltanken en het terugplaatsen van de benzinedop zal de vulsensor een nieuwe impuls naar de elektronische controle-eenheid sturen, zodat deze het aantal liters benzine telt waarmee de tank werd gevuld. Met deze informatie zal de elektronische controle-eenheid de hoeveelheid additief die in de dieseltank geïnjecteerd moet worden exact berekenen en het signaal naar de pomp van de additiefkringloop sturen om de tank met deze hoeveelheid te vullen. De functie van een dieselstofdeeltjesfilter is eenvoudig. Deze eenheden filteren de uitlaatgassen en houden de bijbehorende vaste deeltjes in een filter, waardoor ze niet in de dampkring kunnen ontsnappen. Het brandstofadditief dat in deze systemen gebruikt wordt is een verbrandingskatalysator. Dit wil zeggen een stof die aan de brandstof wordt toegevoegd en zich bij het verbranden in de verbrandingskamers aan de buitenkant van de vaste deeltjes die zich met de uitlaatgassen verplaatsen hecht en samen met die gassen vastzit in de stofdeeltjesfilter. Tijdens de regeneratie voegt deze brandstofkatalysator, meestal in metaaloxide, zuurstof toe aan de oxidatiereactie om de verbranding van de vaste koolstofdeeltjes die in de filter zitten te versnellen. Het gebruik van deze katalyserende additieven maakt regeneratie rond 100 graden onder de normale temperatuur mogelijk, waardoor dit sneller en efficiënter gebeurt. Tijdens het gebruik stapelen de stofdeeltjes zich op de filterwanden, waardoor de gassen moeilijk wegraken. Deze opstapeling wordt gecontroleerd door de drukverschilsensor van de elektronische controle-eenheid, die de drukwijziging tussen de drukleidingen voor en achter de stofdeeltjesfilter ontdekt. Als het drukverschil een bepaald niveau bereikt, wordt een programma geactiveerd dat de temperatuur van de uitlaatgassen verhoogt tot meer dan 550 graden, waardoor de stofdeeltjes in de filter verbranden en worden omgezet in koolstofdioxidegas, dat door de filter gaat en deze schoon achterlaat, klaar om verder te filteren. Dit proces heet stofdeeltjesfilterregeneratie en vindt onder normale rijomstandigheden regelmatig plaats tijdens de levensduur van de eenheid, in intervallen van 400 km tot 600 km.
Spijtig genoeg is dit regeneratieproces niet perfect en laat het een klein vast residu achter van het ceriumoxide, het katalyserend element van het additief, en andere vaste verbindingen zoals fosfor van de olie die zich opstapelen op de wanden van de stofdeeltjesfilter. Dit beperkt geleidelijk aan het vermogen van de filter om de gassen door te laten, verhoogt de tegendruk op het systeem en betekent dat deze eenheid na 80.000 tot 140.000 kilometer vervangen moet worden. Door de aard van de verbindingen die tijdens de regeneratie in de filter achtergelaten worden, ceriumoxide, as, fosfor, en het feit dat het bijna onmogelijk is om deze eenheden schoon te maken en als nieuw achter te laten, raadt Walker, wereldspecialist in emissieverwerking, aan om de stofdeeltjesfiltereenheden enkel met nieuwe te vervangen. De opstapeling van deze residu's in de stofdeeltjesfilter verkorten de levensduur aanzienlijk en hebben een negatief effect op de kracht en het brandstofverbruik van het voertuig, die merkbaar zullen verhogen in vergelijking tot het gebruik van nieuwe systemen. Telkens wanneer een stofdeeltjesfilter wordt vervangen wegens slijtage, raadt Walker aan om de katalysator ook te vervangen, omdat de bruikbaarheid ervan vergelijkbaar is met die van de stofdeeltjesfilter. Als deze faalt, is het regeneratieproces dus niet mogelijk, kan de filter niet geleegd worden en wordt de zuiverheid van de filter en de motor in gevaar gebracht. Over het algemeen moeten deze onderdelen altijd als stel worden vervangen.